Welkom terug in Piratenland. We staan vandaag weer op mijn prachtige nieuwe piratenschip die wij in de vorige aflevering gebouwd hebben. En ik ben er nog steeds zo blij Max, mee, jongens. Max! Rick? Oh, het is weer zover. Rick, waar ben je? Ja, weer Rick, hier. Op het strand zeker nee, weer? Dan boven. Naar boven. Waar? Rechts, daar? Naar rechts. Oh, hey Rick. Hey. Hey, wat is er nou weer, joh? Het is hetzelfde als vorige keer. Kom gewoon op het schip. Ik kan niet zwemmen. Je kan wel zwemmen, alleen je bent bang voor water. Ja, ik hou er niet van. Ja, dus je hebt hier een prachtige doen. Boom en dan kan je via de boom kan je het schip op. Probeer dat eens even. Wacht, ik kom al jouw kant op. Kan je niet gewoon een keer gewoon even een brug bouwen of zo? Ja, ik moet nog een brug bouwen. Ik weet het. Pas op dat je niet in het water valt. Nee. Maar je kan wel zwemmen, toch? Nee, ik zink naar de bodem. Oh, dan komt het door je kurkvoet of zo. Ja, die zuigt zich helemaal vol. Oh, die zuigt zich vol met water en dan zink je naar beneden. Ja. Nou, wacht, kom even gezellig hier. Ik heb jou natuurlijk deze kant opgehaald. Ik wist niet dat je er zo snel al zou zijn. Maar vandaag is een hele belangrijke dag, Rick. Ik heb natuurlijk dit nieuwe schip gebouwd. Leuk dat je er weer bent. Ja. Maar ik heb van de DBE een brief gehad als reactie op het feit dat zij mijn boot daar, de prachtige smalle knaller, in beslag hebben genomen. Dat weet je toch? Die is van hun, die is niet meer van mij. Ja, de smalle knabbel. Slecht nieuws. Ja. De smalle knabbel, zoals jij hem noemt. Ja. Geachte kapitein Knallert, wij schrijven dit naar aanleiding van uw bericht aan de DB. Ik had gezegd, ik wil mijn schip terug met een schoon dek, nieuwe zeilen. En anders is er oorlog, weet je. Komen alle kanonskogels op je af. We zijn bereid om uw schip in gevraagde staat vrij te geven, maar dit doen we niet zomaar. In ruil hiervoor willen wij dat de DBE Outpost weer tot onze beschikking komt. Ik heb dat gebouw daar, dat zie je. Is van de DBE, die heb ik gesloten. Dat is helemaal afgelopen. Maar daar is grote heisa om. Je ziet de menigte eromheen en zo. Dat is slecht nieuws. Ja. Ook allemaal slecht nieuws. Jeetje. Dus, ze willen dat gebouw terug. Die moet open. Ook willen ze vergunning voor het uitbreiden van het gebouw. Dus ze willen hem groter maken. Hoe dan ook zal het gebied onder meer toezicht komen te staan van de DBE. En ze hebben overal al camera's staan, hè? Hé! Hey. Je bent aan het zwaaien even naast. Hallo. Laat ze even je kurk zien. Wacht, dan moet ik even iets... Wacht. Ja, wacht. Wat ga je doen? Zo zien ze hem. Kijk, want dan zit hij ongeveer de hoogte van de... Oh, die staat hij ongeveer precies waar de... Ja, mooie kurk kunnen ze zien. Mocht u hiermee akkoord gaan, hijst dan de blauwe vlag boven uw nieuwe schip. Wilt u verder met ons onderhandelen, zien wij graag een oranje vlag. Nou, ik heb natuurlijk een oranje vlag daarboven inmiddels in wit. Wit. Ik heb niet over de zeilen. Oh, dit zijn zeilen. Oh, ja, kom. Ja, de vlag. Enig is, je moet wel een soort van zwemmen terug. Moet ik een bootje halen? Ja, je gaat maar een boot halen. Ik ga niet zwemmen. Dat heb ik jou verteld, Max. Ik ga een bootje halen, wacht. Moet je er wel in springen, hè? Gaat het lukken, denk je? Ja, dat gaat wel. Wacht. Kijk, ik kom eerst eentje naar beneden. Ja. Oké. Okay. Kom maar op het kanon staan. Even kijken op het kanon. Ja. Oké, kom maar. Je moet niet... Nee, hier staat er... Nee, is dit goed hier? Ja, dit is goed. Oké, 1, 2. Ja! Oh, kijk, goed zo. Oké, het ding nu is... Als we even hier naar het strand toe gaan. Ja. Moet je wel achteruit inparkeren alsjeblieft? Ja, natuurlijk zo. Dan kan je er gelijk uit. Ja. Top, dankjewel. Ja, hoppakee. Je hebt het ook moeilijk. Kijk, zoals je ziet, de oranje vlag heb ik geheist. Hoe je dat ook wil noemen. Dat betekent dat ik verder wil onderhandelen. Maar ik in mijn eentje als kapitein... Ja, dat is natuurlijk leuk. Maar ik heb even een soort van bodyguard piratenman nodig, weet je? Ja, hij kan best met je mee. Dus ken jij iemand? Ja, deze meneer hier. Hij heeft die uit deze barrel manier. En zo. Oh, ja, nee ik bedoel jou, Rick. Ik bedoel jou. Ik moet mee. Ik bedoel jou. Wil jij met mij mee naar de DBE? Dan laten we even... Dan gooien we je kurk op tafel, je kurkvoet. Zeggen we, hey DBE, dit kan niet langer. Oké. Ja, is goed. Oké, top. Dan gaan we even... Het ding is, het is nu. Het is nu? Het is nu, ja. We moeten nu gaan. Ik heb nu een afspraak met de DBE. Daarom vroeg ik of je naar mijn schip toe kon komen. Oké, maar ik ben dus dan jouw bodyguard. Jij bent mijn bodyguard. Je moet een beetje intimiderend overkomen, weet je? Dan moeten we even langs mijn huis. Dan moet ik even wat ophalen. Ja, prima. Kom, ik volg je. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat jij dit wel goed gaat doen, Rick. Deze kant op. Deze kant. Ja, nee, dat wist ik. Je piraten van Kane al niet zo goed, hè? Nee, joh, ik hoor allemaal nieuwe dingen. Japan, DBE, ik weet het allemaal niet, joh. Ja, de DBE zijn de boselfjes, Rick. We zijn echt soort van in koude oorlog tegen de boselfjes. Oh ja, hoi meneer. Even kijken. Bij je fort aangekomen. Even kijken. Oh, je hebt nog niet opgeruimd, zo te zien. Nee, wacht, trouwens. Kom even mee. Even wie is dat? Wat? Dat gaat niet. Dat maakt niet uit. Kom even mee. Sorry? Ja, ik kom mee. Ik moet heel even mijn grote geschut even pakken. Uit de bibliotheek? Nee. Jij mag hier ondertussen even wachten. Ik heb hier een boek geschreven. Oh, je hebt een boek Want geschreven? Want jij vroeg natuurlijk, hoe kom ik aan die kurk? En ik heb een boek geschreven. Over je kurk. Dus jij kan het boek even lezen, dan pak ik hem even. Ik ben er zo, hoor. Twee tellen. Ik wil je boek niet lezen, Rick. Wel, lees hem maar even.
Even een boek. Nou, dat zal waarschijnlijk dit boek hier zijn. Wat is het? Piraat Rick was een dappere zeeman, bekend om zijn moed en zijn onverschrokkenheid op de woeste wateren van de oceaan. Rick, ik wil dit niet lezen. Dit wil ik niet. Dit geloof ik allemaal niet. Jij bent helemaal geen echt. Je bent eigenlijk al twee dagen piraat. Hey, ik heb je hem gelezen? Ja, helemaal. Wat vond je ervan? Ja, vooral dat leuk over dat stuk over de gezonken boot en de schat vond ik heel leuk. Nee, dat is niet gebeurd. Jij hebt hem niet gelezen, Max. Nee, ik heb hem niet gelezen. Ik weet het, het spijt me. Oh, ik heb in ieder geval een grote schrik gehad. Oh, zie hem niet gelijk een pistool met te richten, joh. Nee, hij is niet geladen, hoor. Oh, rustig. Oh, hij is al geladen. Rick, we gaan nu weg. Okay. Neem dat pistool maar mee, dan kunnen we mooi de DBE door intimideren. Ja, we gaan dat grote gebouw daar, zien hem? Ja, oké, ja. Dat is het doel van vandaag. We gaan erheen en we gaan niet zwijken, oké? Nee, ik kan eventueel even een schot lossen. Dan weet nee, doe maar niet. Doe dat maar even niet. Dan doen we dat niet. Doe maar even niet. A few moments later. Goed, Rick, ben je er klaar voor? We zijn aangekomen. Ze hebben een helikopter tegenwoordig. We zijn bij de DBE, voorbij de winkelvallei. Ja. Ben je er ooit wel eens geweest? Nee. Nee. Het is erg strak allemaal. En ze hebben een laboratorium en ze hebben een serverkamer en weet ik wat allemaal. Er staan ook hele dreigende bordjes hier, verboden voor onbevoegden. Maar we hebben een afspraak, dus ik denk dat we bevoegd zijn. Ik ben bevoegd. Broek uit op je hoofd, staat er. Broek uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Oké. Oké, laten we maar gewoon lekker doorlopen. Betreden ik ben heel benieuwd. Ja, ik weet het. Het is wel een beetje gevaarlijk. Daar zal je ze al hebben. De twee boselfjes, de DBE. En dit is de eerste keer dat ik niet alleen ben hier. Dat vind ik eigenlijk wel een keertje leuk. Verboden toegang, daar gaan we hoor. Ja, wacht even. Ik weet niet of... Het ziet er wel heel spannend uit. Je hebt een pistool op zak. Ja, oké. Ja, dat is waar. Je hebt een pistool op zak. Welke pistool van KB is dat, toch? Ja. Ja, dat moet goed komen. Oké, we hebben een afspraak. Dus laat het maar niet zien tot het echt heftig wordt, oké? Oké. Goedemiddag, Ronald. We hebben hier een afspraak met de boselfjes. Hallo. Hallo. Hey, wij hebben een afspraak. Hoi, Ronald. Ja, we hadden jullie al verwacht. Ja, jullie? Oh, hallo. Hoe wist je dat ik Rick mee ging nemen? Ja, ze hebben de camera gezien natuurlijk. Oh, de kurk stond, je kurk hebben ze natuurlijk gezien, dat is het. We hadden de vlag al zien hangen, dus... Ja, de oranje vlag. Dat was voor onderhandelen, was dat, hè? Ja. Gaan we naar jullie kantoor, of hoe zit het? Ja, lijkt me een goed idee. We zullen ook naar beneden komen. Ja, oké, Rick. Het is altijd serieus hier. Geen grapjes te maken? Nee. Ze zijn serieus. Zouden ze mijn boek willen lezen? Nee, hou eens op, of je hebt niemand wil je boek lezen. Oké. Hallo, goeiedag. Kom maar mee. Ja, komen mee. Oh ja, Rick, het ding is, ik moest mijn camera moet ik vanaf hier uitzetten. Ik mag zeg maar niet filmen tot we op kantoor zijn. Oké. Dus geen foto's maken, oké? Nee, dat komt goed. Goed, camera mocht weer aan, hè? Ja. Dus ik mag weer, oké, top. Hey, welk kantoor gaan we? Deze doen. Die lopen allebei naar een andere. Hey, hebben hier niet genoeg stoelen. Dat maakt niet uit, Rick die kan wel staan. Hier hebben we gaan toch naar dat kantoor? Oh, kijk. Ja. Welke stoel ziet er comfortabeler uit? Ik wil deze. Oké, dan ga ik hier wel. Hey, het is nog wel donker. Dus wacht. Eens even een tukje doen. Ja, de oranje vlag die was voor elkaar, hoe noem je dat? Geheist? Gehezen? Gehezen. Dus dat betekent onderhandelen. Jullie hebben mijn piratenschip, mijn prachtige smalle knaller. Smalle knabbel, zoals Rick hem noemt, hebben jullie in beslag genomen. Daar zijn we het niet mee eens. Waarom? Nou, ja. Niet een keus meer, denk ik, hè? Geen keus? Nee. Waarom? Waarom niet? Nou, jij neemt ons gebouw in beslag. Nou, ik nam niet in beslag. Wij ergens anders heen, dus wij gaan ook ergens anders heen. Ik had jullie schip... Nou, ik heb jullie gebouw gesloten. Dat is anders dan in beslag nemen. Ah. Ik had gewoon gesloten. Dat is anders, joh. Ja. Maar goed. Jullie stonden open voor onderhandelingen. En ja, Rick, ik heb alles aan Rick verteld, dus Rick gooit maar op tafel. Ja, wij willen onderhandelen. Eis nummer 1. Jullie moeten mijn boek lezen. Nee, hou op over je boek. Niemand wil je boek lezen. Oké, ik heb niks tegen Rick verteld. Rick is hier gewoon puur om mij te beschermen in geval dat jullie proberen te dreigen met DBE-zaken. Ik heb een paar eisen. En dan ben ik bereid om het gebouw te openen voor jullie weer. Jullie DBE-gebouw. Mm-hmm. Maar, dan mag ik wel mijn schip terug. Plus een extra paar andere dingen. Zijn jullie bereid om dat aan te horen? Ja. Ik wil graag dat mijn vlaggen van mijn schip de goede kant op staan. Die staan nu niet met de wind mee. Die moeten een andere kleur worden. De vlaggen, dus ze moeten ook rood worden. En ik wil graag dat er... Want jullie hadden een hele grote crew hadden jullie op het dek gezet. Allemaal mensen met wapens en zo, die hadden jullie allemaal op het dek gezet bij mij. Klopt dat? Ja, we hebben een paar mensen die kant op gestuurd, ja. Ja, dat klopt. Ik wil graag twee daarvan als bewakers hebben bij Rick zijn fort. Dat vind ik goed, toch, Rick? Ja, zeker. Ja, twee bewakers bij Rick zijn fort, want Rick mag natuurlijk niet aangevallen worden. Hij heeft de kurk als voet, hij kan zichzelf niet echt beschermen. Ik weet eigenlijk ook niet echt waarom ik hem heb meegenomen. Ik bedoel, ik had beter de Justin of... niet belangrijk. Wat? In ieder geval,
Dus twee bewakers bij Rick, ten alle tijden. Ja. En ik wil graag dat... Nou, dat was het, volgens mij. Oh. Dat jullie mijn boek gaan lezen. Oh, ja. Nee, niet je boek. Oh, sorry. Ze gaan daarmee akkoord. En een schoon dek. Ik wil jullie dek schrobben. Ja, dan hoef ik het niet te doen. Ja. En dan ook van andere boten. Ook, ja, ook van de andere. Prima. Maar dan mogen jullie en je gebouw terug. En dan mogen jullie wat mij betreft ook uitbreiden. Met drie blokken. Niet, nee, gewoon uit, nee, gewoon uitbreiden zoveel als jullie willen. Oh, oké. Okay. Oké, okay, ja, ik denk dat dat wel... Moeten wij anders even weg dat jullie kunnen overleggen of zo? Ja, ik denk dat dit wel gewoon aanbod is. Ja. Ja, akkoord. Ja, dus ik zie twijfel. Ja, ik zie ook twijfel een beetje. Wij ja, komen zo wel even terug. Kunnen we even overleggen? Oh, okay. Blijkbaar. Ik zie dat er erge twijfel is. Wij komen terug. Mijn schipper wil even overleggen met mij. Volgens mij heeft hij gewoon pauze nodig. Wat wil je? Wat denk je, Rick? Wacht even, de camera. Wacht even. Ja, overal hangen camera's, je bent hier nergens veilig. Ja, maar kijk, nu, ik zie nu geen camera's. Oh, inderdaad. Okay, wanneer moet ik nou deze maken? Hou op! Wanneer moet ik die nou... Ja, het ging erom als het uit de hand loopt, maar ze gaan eigenlijk best wel... Misschien kunnen we nog meer eisen. Ze zeggen best wel makkelijk ja. Ja, daarom. Ik wil... ja, weet ik veel. Misschien kunnen ze ook nog wat voor mij betekenen. Ja, je bewaakt voor jou, maar... Ja, maar ik wil wat wil je? Kijk, ik zie hier die tv hier hangen. Ja, je wil die tv hebben. Die wil ik eigenlijk wel hebben. Boven je pooltafel. Ja. Dan kunnen we tv kijken. Als we poelen zijn. Ja, en dan hangen we hem voor de cel. Dus dan kan de cel beginnen in de cel niet meekijken. Ja, dat is een goeie. Oké. Okay. Ja, dus jij wil die tv? Misschien kunnen we dan nog meer. En dan blijf het gewoon proberen tot ze op een gegeven moment nee zeggen. Die lamp? Ik vind het een mooie lamp. Allebei? Nee, één. Eentje. Maar, ja, maar dat is, ja, dan, okay, dan eentje. Is het niet symmetrisch. Dus dat, ja, oké. Okay, eentje. Dus die lamp en die tv. En zullen we die vragen? Ah, oké, okay, prima, prima. En ik zei dus tegen haar, dat was helemaal niet zo. Okay, hoe dan? Ja, we hadden even overlegd. De situatie is als volgt. Rick? Ja, we zagen dat jullie heel erg aan het twijfelen waren. Dus wij hebben nu meer eisen. Dat komt eigenlijk op neer. Die tv die jullie daar hebben hangen, die wil ik hebben. En dan gemonteerd boven mijn poeltafel. Dus dat we dan tijdens het poelen kunnen kijken. En het is dan best donker, dus ik wil ook de rechterlamp wil ik ook hebben. En die mag dan ergens in het fort. Voor de rest zijn wij dan... wat? Ja. Hang je jezelf op? De lamp wil ik best ophangen. Jullie moeten de tv doen. Wat zeggen jullie? Dan krijgen jullie je DBE-gebouw terug. Open. Mogen jullie hem uitbreiden. En that's it. We kunnen ook dat schip gewoon nog even houden. Nee. Het is maar de tv. Ik hang de tv ook op. Hij hangt de tv zelf op. We bieden één lamp. En de tv. Oké, okay, kiezen. TV of de lamp? Dan wil ik de tv als kan. Hij wil de tv. Krijgen de bewakers dan wel eten? Ik geef ze lekker vlees. Zelf gebakken. Vlees is goed. Zelfgebakken vlees. Proteïne en zo. Ze zijn vegetarisch, Rick. Ik geef ze heerlijke wortels. Vers geraapt door konijnen. Door konijnen? Ja, ik heb een leger van konijnen onder mijn armen. Dus, als volgt. Even alles opgerold. Dek wordt geschropt. Bewakers komen bij Rick Sefort. Rick wil de tv. Hij monteert hem zelf. Hij zal de bewakers voeren. De vlaggen van de schip moeten de goede kant op staan van alle twee. En die moeten ook dezelfde kleur worden als het nieuwe schip. En in ruil krijgen jullie je DBE-gebouw terug. Plus jullie mogen hem uitbreiden. Klinkt als een goede deal. Sorry? De boot maken we weer vrij. En de boot krijg ik terug inderdaad. Dat lijkt me prima. Ja? Oh. Dat ging best soepel. Dat ging best soepel. We hebben je wapen niet eens. We hebben je... Mijn geheime wapen is natuurlijk mijn stem. Mijn charme. Ik heb ze eens in de strijd hoeven gooien. Ja, als ik mag vragen, waarom heb jij een kurk op je voet? Een kurk? Nou, wil je dat weten? Oh nee, begin dan niet over je boek. Dan moet je even mee, als je die tv komt leveren. Ik heb bij mijn huis, bij mijn fort heb ik dus... Mogen we hem nu zelf meenemen? Oh, dan sloop ik hem. Oh, nou, ik zullen we meenemen? Jij dat even? Mogen we hem nu meenemen? Ga je gang. In ieder geval, als je hier langskomt, ik heb de bibliotheek. Daar ligt een boek over mijn kurk. Lees hem even, dat is een goed boek. Kurk. Rick, kom, we gaan even die tv demonteren. Ja, ik kom er dan. Die maakt niet uit, kom. Breng hem even naar beneden. Ja, even kijken. Hier heb je de spullen van de tv, hoppakee. Ja, nou, dan monteer je hem zelf, hè? En die lamp mochten we ook meenemen, toch? Nee. Oh, de lamp mocht niet. Nee, die mocht helaas, niet inderdaad. Helaas. En zo'n cameraatje? Die hebben we genoeg, Rick. Weet je hoeveel camera's er hangen in de piraten? Want voor je het weet hangen er ook camera's in je fort. Ja, is goed. We hangen er wel eentje extra. Nee. Dat is Nee, laat toch maar zitten. Nou,
Dan zijn we akkoord. Is het een deal? Gaan jullie zo snel mogelijk de dingen regelen? Zodra het geregeld is, zal ik met een prachtige ceremoniële schaar... zal ik jullie winkel, of winkel, jullie DB Outpost weer heropenen. Oké, okay, lijkt me een deal. Het is wel natuurlijk dat we dit boel gewoon nog steeds nauwlettend in de gaten gaan houden. Want eigenlijk kan dit natuurlijk niet. Dat begrijp wat, ik natuurlijk wat niet. Toch? Nou, het feit dat je zomaar onze Outpost afsluit... Ja, maar jullie begonnen met de camera's. Jullie waren begonnen. Ik heb geen toestemming gezien voor de camera's. Ik heb geen contract ondertekend dat ik gefilmd word. Ik ben wij hebben nog een filmen, contract Rick. Dat ik diamonds van jouw winkel krijg. Maar dan ga je winkel niet mijn film, alsjeblieft. Oh, sorry. Hey, weet je? Ik vind het prima. Jullie mogen ons in de gaten houden. Ik bedoel, wij hebben toch niks te verbergen, toch, Rick? Behalve wat jij in je broekzak nu hebt. Deze bedoel je? Nee, daar heb ik niks te verbergen. Rick! Waarom laat je dat nou zien? Waarom laat je dat nou zien? Ik ga er vandoor. Ja. Zoek het zelf. Jullie mogen Rick houden. Nee. Hey, Max. We gaan naar beneden. Althans, ik ga naar beneden. Ja, ik hoor wel hoe jij thuis bent gekomen. Okay? Je mag hem houden, jongens. Doei. Nee. Goed, we zijn weer aangekomen in Piratenland. En ik weet niet wat ze met Rick aan het doen zijn. Of dat Rick überhaupt wel vrijkomt of zo. Maar ik ben benieuwd, jongens. De afspraak is natuurlijk nu dat zij die boeien en zo weg gaan halen. Dus laten we even langs de bibliotheek hier lopen. De bedoeling is dat zij die boeien daar weg gaan halen. En volgens mij... Dat meen je. Hoe kunnen zij hier nu al zijn? Ik snap dat niet. Ik snap nooit... Ik weet dat de tunnels onder de grond zijn, maar dan zou je even goed zeggen dat ik sneller ben als ik gewoon boven langs ga. Maar ik ben 2 seconden weg bij de DBE en ze zijn al bezig met die boeien weghalen. Maar dat betekent dat Rick misschien... Ook al... Nee, Rick is niet zo snel terug, denk ik. Ik denk niet dat Rick zo snel terug zou zijn. Ik bedoel dat de DBE altijd zo snel overal... Oh, ik hoor hem al. Rick? Rick? Oh, daar ben je. Rick, gaat het? Wat is er met je gebeurd? Ze hebben het gedaan. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben aan mijn kurk gezeten. Hebben ze aan je kurk gezeten? Hoezo? Ja, ik wilde er niet over praten. Je wilde er niet over... Weet je, Oké, om je op te vrolijken, Rick, ga ik wat voor je doen, wat ik eigenlijk echt niet wil doen. Ja. Ik wil je boek wel lezen. Ja, ik wil je boek wel lezen. Kom! Oké, prima. Nou, mag ik wel zitten dan? Ja, hij is hier. Oh, ja. Lees hem maar voor. Okay, ga maar zitten. Prima. Lekker zitten. Maak jezelf comfortabel. Ik comfortabel, want dit wordt het denk ik niet, hè? Niet? Nee, jij hebt het zelf gebouwd, dus jij weet wat comfortabel is. Ja, oké, dat klopt. Maar ja, zeg maar, het feit dat het boek hier is, zo. Oké, daar gaan we. Piraat Rick was een dappere zeeman, bekend om zijn moed en zijn onverschrokkenheid op de woeste wateren van de oceaan. Zijn schip, de Zwarte Zeemeeuw, was... Oké, dat is best grappig. ...was gevreesd door menig ander schipper. Maar Rick was niet altijd zo'n gevreesde piraat geweest. Oh, dus een backstory. Op een stormachtige avond, terwijl de golven hoog opstuwden en de lucht dreigend donker was, stuitte de Zwarte Zeemeeuw op een vreselijk monster. Een gigantische octopus met tentakels zo lang als masten. Een hevig gevecht ontstond tussen de twee. Dat is misschien wel die octopus, die kraken die we daar hebben. Die is inmiddels aangemeerd hier ergens. Is er een kraken hier? Ja, er is een kraken. Bij richting KB is er een kraken. Is... Ja, misschien die heeft kapitein Bruinbaard ook wel. Ik heb er ook wel eens mee gevochten. Ja. Dus elke zeepiraat heeft dat al eens gehad. Rick vocht als een leeuw, maar de octopus was meedogenloos. In het heetst van het strijd werd Rick gegrepen door een van de kronkelende tentakels van de octopus. Met een krachtige ruk trok de octopus Rick zijn greep, waardoor hij zijn been verloor. Dat meen je. Gewond en verzwakt werd Rick gered door zijn bemanning. Maar het was te laat om zijn been te redden. Nee. Met een zwaar hart moest hij afscheid nemen van zijn been. Maar hij weigerde zijn geest te laten breken. In plaats daarvan verven hij zijn verloren been... Verving. Oh mijn god, ik lees het verkeerd. In plaats daarvan verving hij zijn verloren been door het been van Kirk. Gesneden uit de vat waarin zijn geliefde rum had gereisd. Vanaf die dag was Piraat Rick niet meer dezelfde. Hij koesterde een diepe angst voor de zee. Bang voor de monsters die erin verborgen lagen... Zijn houten been van Kirk herinnerde hem altijd aan de verschrikkingen van die stormachtige nacht. Zo eindigt het verhaal van Piraat Rick. Een dappere ziel die na het gevecht met de gemene octopus nooit meer voet op een schip heeft gezet. Dat is niet waar. Je hebt nog op een schip gestaan. Sinds dat ik jou ken. Oh. Dit is daarvoor nog. Oh. De herinneringen aan die verschrikkelijke nacht bleven hem achtervolgen. En zijn angst voor de zee groeide met hem elke dag die voorbij ging. En zo leefde Piraat Rick verder. Zijn avonturen misschien voorbij, maar zijn geest nog altijd zo onverschrokken als de golven waarop hij ooit voer. Wauw. Ik moet zeggen, het was toch best wel een leuk boekje. En ik snap nu waarom je bang werd voor water. Ja. Ah, maar waarom ben je dan niet bang voor chloorwater? Omdat daar die beesten niet in zitten.
Oh, maar wat, als ik hier nou een natuurzwembad voor jou bouw, gewoon met zeewater, dat vind je dan wel weer één? Ja, daar ga ik niet in. Nee, waarom? Dat... Het is dan ook nog gebouwd. Ja, maar nee, dat... je weet nooit wat daarin kan groeien. Met chloor gaan die dingetjes dood. Je bent bang als ik zeewater in een ander plekje leg dat ik dan een beetje Nee, maar ik ruik dat ook. Dat is traumatisch natuurlijk. Associeer je. Ah, ja, ik snap het. Ik snap het helemaal, Rick. Weet je, ik zal op de tweede verdieping je zwembad bouwen. Om het ook nog eens veilig te maken van dat de monsters echt niet naar boven kunnen. En ik zal chloorwater maken waardoor het gewoon 100% geen monstertjes in komen, oké? Dankjewel. Dan zou ik aan je kurk denken. En ze hebben aan je kurk gezeten. Hebben ze er ook iets mee gedaan of alleen aan gezeten? Ze hebben hem een keer eraf gehaald om even beter te inspecteren. Ze hebben hem losgedraaid. Ik voelde me echt kurkloos. Mag ik hem ook een keer aanraken? Nee. Waarom niet? Ja, oké, één keer. Au! 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 Oké, ga jij lekker verder. Ik ga even de DB1 in de gaten houden. Kijk hoe ver ze zijn. Zo te zien zijn bijna alle boeien al weg. De bewakers komen jouw kant op. Ga jij maar even naar je konijnen toe om je worteltjes te regelen en zo. Oh ja, ik moest die gasten eten geven. Nee, je moest ze eten geven. En dan moet je wel op letten. Als jij dat niet doet, hebben we een probleem, oké? Okay? Ja, nee, en, komt goed. En installeer je tv maar. Wacht, waar ga je tv installeren? Ja, ik dacht dus zelf... even kijken. Ja, boven de dinges natuurlijk. Ik dacht hier. Dit zeg maar een mooie plek. Maar dat we dit plankje weghalen waar nu het ijs staat. Ja, en dat we dat plankje dan verplaatsen en hier tv doen. En dan gooien we het plankje, die gooien we ergens anders of zo, weet je? Ja, dat komt goed. Ja? Ja, gek dat even doen. Als jij dat doet, ik zie dat, wie is dit? Hier wil ik eigenlijk niet over praten. Dit is een ander verhaal. Hier komt binnenkort een boek over. Oké, nee, niet nog een boek. Weet je, ik hoor het wel een keertje. Het wordt een soort serie, wordt het van boeken. Nee, ik wil geen schoudercontact. Oké. Doei, Rick. Joe. Gaan we nog heel even snel langs de DBE kijken hier wat er gaande is. Of ze bezig zijn met mijn schip. Kijk, wat ik over de zeilen bedoelde, jongens. Of over mijn vlaggen. We hebben die vlaggen daar, die zwarte. En we hebben die daar. Kijk, die zijn leuk. Maar de wind staat nu officieel die kant op. Dat is nu gewoon helemaal bepaald. Dus dat betekent dat sowieso moet dat vlaggetje moet nog die kleur worden. Zoals dat rode. Ik wil daar ook rode vlaggen hebben. Ik wil daar rode vlaggen hebben. En ze moeten die kant op staan. Dus ze moeten omgedraaid worden. Dat is zeg maar ook een van de taken van de DBE. En zodra dat gedaan is, kan ik hun gebouw weer openen. Laten we eerst even kijken. Zo te zien zijn de zeilen, of alle boeien zijn weggehaald. Kijk, ze hebben mij ook in de gaten. En de crew zijn ze zo te zien ook mee bezig om die te verplaatsen. Ze zijn ze hartstikke goed mee bezig. Kijk, ze komen hier ook de ladder weer af en zo. Oh, ze zijn wel camera's. Dat is dan wel weer vervelend. Maar dat is ook deel van de afspraak. Als we dan heel even naar het DBE-gebouw gaan, kan ik dat laten zien aan jullie. Kijk, zodra alles is opgelost en al, dan kunnen we dit gebouw hier gewoon lekker weer voor ze openen. Dan kunnen ze hier ook een ding doen en dan mogen ze hem uitbreiden wat mij betreft. Weet je, dat maakt mij allemaal niet uit. Ik vind het allemaal prima. Ik heb toch mijn nieuwe boot hier ook. Uiteindelijk ga ik verhuizen naar deze boot. Maar... die boot die moet wel van de piraten blijven. Die kan niet van de DBE zijn, die oude boot. Kunnen we dit boekje hier ook weghalen, hoppakee. En dan ben ik heel tevreden met het resultaat, jongens. Ik heb nog steeds jullie hulp nodig met een aantal dingen. Want de DBE... Ik zie veel plannen van jullie, maar ik heb nog niet het plan gevonden. Volgende aflevering wil ik waarschijnlijk Piraat Kirk Rick zijn fort even afbouwen. Want hij moet nog wel een aantal dingen hebben. Het fort is nog niet helemaal af. En ik heb de blauwdrukken er al voor gemaakt. Dus we kunnen letterlijk aan de slag wanneer we willen. Ik moet even de spullen nog verzamelen natuurlijk. Maar dat zal ik wel even buiten de opnames van doen. Want er is natuurlijk geen reet aan omdat nou elke opname, elke video, alle spullen maar te verzamelen. Dus voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. We zitten bijna op die 380.000 abonnees. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van Veendeel. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles dat in content Veen gaande is. En nu spreek ik later, glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.